Maar voor vanmorgen gaan wij starten met mevrouw Beryl Vrede. Ze is bestuurskundige en ze heeft nog andere titels. Maar ze is hier omdat ze haar werk en kennis op een ander niveau wil gaan delen. En ze heeft allemaal gezegd, meneer Hiwat, ik heb zoveel kennis. En God bless me voor mijn kans toe kapten. En Sami Sabi, mijn wantjaren gomorro fara. En mijn op een YouTube channel bij mijn horen, lezingen. En andere zaken. Maar ze kent haar gedachten zelf en haar bewegingen. Dus haar zelf uitleggen waarom ze met zulks wil beginnen. Mevrouw Beryl, goedemorgen en welkom. Goedemorgen. Ja. Ook aan alle luisteraars en kijkers. Ik dank u voor de gelegenheid die u mij geeft om mijn verhaal hier te kunnen doen. Ja, wij zijn ook blij dat u bereid was bij ons te komen. Heeft u goed geslapen? Uitstekend. Uitstekend, ja. Mevrouw Vrede, u was twee maanden geleden hier bij mij in Matentaki, waar u in persoon hier was om een activiteit van u te promoten. U zou een lezing houden waarbij u eigenlijk zou praten over een nieuwe vorm van bestuursvorm, van het voeren van beleid. Hoe is deze lezing verlopen? Deze lezing is uitstekend verlopen. En het is ook vanuit de reacties die ik heb gekregen, dat ik tot het besluit ben gekomen om tot een eigen YouTube channel te openen. Een eigen YouTube channel? Ja. En waarom wil je dat gaan doen? Want u zegt, komt het naar aanleiding van die lezing die succesvol is verlopen? Ja, mensen hebben mij gevraagd om dit te doen. Waarom? In de eerste plaats, je moet betalen voor iedere zaal, ja, voor iedere accommodatie. En je moet ook heel veel betalen aan mensen die dat allemaal organiseren. Ik word niet gesubsidieerd door niemand, dus ik doe het uit mijn eigen zak. Ja. En je moet natuurlijk waken dat je dan niet de bodem raakt en niets meer kan. Okay. Ten tweede is het praktisch als je een YouTube-channel hebt, omdat mensen thuis kunnen zitten of waar dan ook en naar je luisteren. Dus dat is gewoon handig. Je kunt dingen ook langer uitleggen. Je kunt, als het nodig is, 2 tot 3 keer het over hetzelfde onderwerp hebben, afhankelijk van de commentaren die je dan krijgt. Ja. Dus het wordt heel erg mooi interactief als ja, dat kan. Ik wil er gelijk wat bij zeggen, ja, dat mijn YouTube-channel zal zijn een hygiënische channel. Ik zal persoonlijk, ja, geen namen van mensen noemen. Ik noem situaties. En ik haal ook niemand door het slijk. Ja. Dat bedoel ik met hygiëne. Ja. En ik verwacht het ook van mensen die commentaar leveren, dat ze zich hygiënisch gedragen. Ja. Netjes. Noan brok op banen en compleet drapen. Nee, ja, dat, ik bedoel, daar hebben wij geen gebrek aan. Ja, 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 ja. Aan dat soort. En dat is ook niet bevorderlijk. Zaken. Nee. Ja, en welke specifieke informatie kan men gaan bekijken op zo'n channel? Men kan verwachten zaken die hebben te maken met bewustwording van iedereen. Ja. Omdat ik vind dat mensen of niet genoeg de gelegenheid nemen of krijgen om zich maatschappelijk te informeren over zaken die ze toch aangaan. Politiek leiderschap gaat iedereen aan. En toch worden ze niet thuisgebracht of aangeboden. Ja. Dus dat is iets waar ik zit ook in een andere organisatie. En die organisatie houdt zich bezig met de ontwikkeling van het binnenland van Suriname. En de voorzitter van die organisatie die zal ook de gelegenheid krijgen om dat plan uit te leggen, ja, via mijn channel. En wanneer gaat u de lancering doen? Op 31 augustus. Dat is zaterdag. Dat is zaterdag. Ik begin dan nog niet met een inleiding. Ja. De eerste inleiding zal zijn op 2 september. 2 september. En wat zal het onderwerp zijn? Ik heb gedacht om terug te koppelen naar de jongste lezing.
Ja. Omdat ik dat wil gebruiken als basis om door te gaan wanneer ik ga uitleggen over het nieuwe bestuurlijk systeem dat ik zelf heb bedacht. Ja. En als men dat eerste niet heeft gevolgd en het tweede ook niet heeft gevolgd, het is een drieluik, ja, dan kan het derde ook niet goed wortels schieten bij de mensen. Ja, geweldig. Maar het nieuwe bestuurlijk systeem, het nieuwe bestuurlijk systeem dat u zelf heeft bedacht, komt ook vanuit invloeden van wetenschappers. Jona Brad Edefsma ook toe. Maar hebben politieke partijen u uitgenodigd om dat concept voor hun te presenteren? Ze weten het nog niet. Ik heb het voor het eerst gedaan op 17 mei. Heb ik dat heel kort uitgelegd tijdens die lezing. Wat mijn plan is, wat mensen roepen dingen, maar ze komen niet tot het aanbieden van een concept. Ja. Wat ik wil doen, is in het nieuwe systeem dat ik heb ontworpen, dat ik daar ook op schrift stel. En aanreik aan belanghebbenden. Ja. Dus aan politieke partijen en aan bijvoorbeeld DNA. En om terug te komen op YouTube-channel, wat zal de naam zijn van deze YouTube-channel? Beryl Vreden. Beryl Vreden. Ja, gewoon Beryl Vreden. Gewoon Beryl Vreden, omdat ik totaal verantwoordelijk wil zijn. Ja. En niet me verschuilen achter iets of wat dan ook. Ja, dus geen nep, real thing. Ja. En hoe vaak gaat u iets behandelen? Een andere behandelen? Ik probeer twee keer in de week. Twee keer in de week. Maar ik begin alvast heel voorzichtig met één keer in de week. Omdat wanneer je dingen op schrift stelt en er goed over moet nadenken, dan moet het niet haastig gebeuren. Ja. Dan moet het grondig gebeuren. Ja. En het heeft geen zin om 2 à 3 keer per week op te laden, terwijl mensen daar niets aan hebben. Ja, ja, dus ja. Uit respect voor de mensen, ja, die naar mijn channel luisteren en kijken, moet ik ervoor zorgen dat het een gedegen inleiding wordt. Iedere keer weer. Dus u gaat eerst presenteren en uploaden en dan kan men reageren. Dus u gaat niet live bezig zijn waarbij men gelijk kan reageren en u... Nee, ik denk niet dat dat handig is. Oké, dat is niet handig. Nee. Mooi, Tori. En waar zal de lancering plaatsvinden morgen, zaterdag? In mijn kleine studio thuis. Ja, dus niet echt groot met Oppo en Prisiri, Brassband. Nee, want daar gaat het niet om. Ja, ja, ja. Het gaat hier om een zeer ernstige zaak, ja, waar dit land in verzeild geraakt is. Oké. Okay. Tot slot. Het nieuw bestuurlijk systeem dat u heeft ontwikkeld. Laten wij dat probleem van de volksgezondheid even in oogenschouw nemen. Hoe zou dat concept van u kunnen helpen om dit probleem van de gezondheidssector duurzaam op te lossen? Ja, dat antwoord vraagt een beetje meer tijd, want u zegt we gaan afsluiten. Ja, ja. Het begint heel ver, hè? Mm-hmm. In mijn nieuw systeem, mm-hmm, krijgen de politieke partijen de plek die politieke partijen behoeven. Ja. Politieke partijen zijn er, als we artikelen 71 tot en met 74 van de grondwet lezen, dan hebben zij een bepaalde taak. Ja. Wanneer wij nu op ministeries politieke partijen plaatsen, dan zijn wij zeer gevaarlijk bezig. Heel erg gevaarlijk. Ik zal u zeggen, zolang wij toestaan dat bepaalde ambtsdragers met gezin naar het buitenland kunnen gaan voor een griepje, dan vraag ik me af, waar is dan de uitdaging van een ministerie van gezondheidszorg? Als die met gezin naar buiten kan gaan voor medische hulp. Daar moeten wij naartoe. Ja. Dus ik kan op dit moment niet zeggen van op die en die manier zou je het moeten oplossen.
mijn systeem gaat zo ver dat deze dingen niet meer kunnen. Ja, dus hoor ik u zeggen dat het systeem een hoge mate van ethiek, ethische invloed in heeft. Want als je je niet ethisch opstelt, dan in feite, dan laat maar ja. Precies, en het is ook vandaar dat ik zeg, mijn channel is hygiënisch. Ja. En wat ik wil doen in het nieuwe systeem, of wat ik voorstel, is dat wij hygiëne krijgen in de politiek. Hygiëne krijgen in ons regeersysteem. Ja. En als wij dat terugkrijgen en helpen het bij mensen te brengen met voorbeelden van de do's en de don'ts, dan, en dat hoeft niet lang te duren. Het is niet zo moeilijk. Ja. Het hoeft niet generaties te duren. It can be done now. Now, how? Change our mind? Ja, de mensen steeds maar, de mensen steeds, mensen zijn niet geboren ellendig en slecht. Ja. Dat is niet zo. Mensen zijn niet? Niet geboren met ellende en slechtheid. Heeft u slechte kleine kinderen gezien van 3 jaar? Nee. Of 4 jaar? Ja, nee. Het wordt ze aangeleerd. Was aangeleerd. En ze kijken af. Ze kijken af. En ze, nemen en negatieve... ze nemen over. Negatieve voorbeelden. Ja. Dank u wel, mevrouw Beryl. Morgen, hoe laat gaat u uw channel lanceren? In de vooravond. Uur weet ik nog niet helemaal precies. Ja. Maar het zal wel rond 1 uur of 7 zijn, denk ik. En gaat dat ergens te zien zijn op social media? Oh ja, nou, ik denk het niet. Ik heb ze... Kijk, ik wil er niet een sensatie van maken. Oké. Vandaar dat ik hier ben om te zeggen dat het er komt. Het komt. Dus 1 september, dan gaat u de... 2 september. 2 september, dat is zondag. Ja toch? Nee, maandag. 2 september is maandag. Dan gaat u de eerste video uploaden. Dan begin ik met de eerste inleiding. Dank u wel. Heeft u alles gezegd? Ik heb alles gezegd, ja. Succes met uw werk. U bent goed bezig en ik ben ervan overtuigd dat dit een wezenlijke bijdrage zal leveren aan de vorming van de mensen die slechte dingen overnemen. En nieuwe vorm van politieke voering gaat teweeg brengen. Hygiënisch politiek. Ja. Dankjewel mevrouw Beryl Vrede. Ja.